iedereen vindt de Haarlemmerbuurt in de ene keer hartstikke leuk en hip en trendy. In 1989 werd er een rapport gepubliceerd van nou, we geven heel die buurt op. En hooguit nog 2 supermarkten en dan nog een zeeman. Hooguit, nou daar zouden we het dan maar mee moeten doen in die buurt. Zover was het eigenlijk wel afgekleden. Hey Nel, goeiedag. Wat kan ik voor je doen? Wat kom je gezellig een glaasje port bij me drinken? Nou, het lijkt me best goed. Ik heb nog steeds een keel, dus... Oké, je weet, dit is medicinale, dus dat is altijd goed. Wil je ook een glaasje, mevrouw? Meneer Untrink, mijn partner in crime, ben ik ooit jarenlang mee in de werkgroep gaan zitten. Om allerlei dingen te bedenken van hoe gaan we die straat een beetje op orde houden, krijgen en bedenken. Als je eigenlijk bedenkt, nou je ziet een beetje terug op foto's hierheen. Dat deze winkel, nou die zit er eigenlijk al vanaf hoe lang? 1932 onder deze naam. En ik denk vanaf 1900 onder andere namen. Ja. Je moet je voorstellen, de straat was nu net als de huidige Utrechtse straat. Met een tram in het midden en 2 verkeersstromen aan weerszijden. Vroeger zaten er wel een slagerij, groentezaken, schoenenzaken. Maar er waren wel 5 of 6 slagerijen en 4 bakkers en 9 schoenenzaken. Maar dat zie je dus in het hele land dat het detailaanbod afneemt. Elk moment dat je dus ergens 100 vierkante meter supermarkt neerzet, kan je er zeker van zijn dat er ergens anders 100 vierkante meter verdwijnt. Zo werkt de markt. Maestro, wil je een glaasje port vandaag? Dank u wel. Vandaag wel? Oké. Ik ga hem voor je inschenken. Wil je anders nog iets aan? Helmet Light. Helmet Light. Helmet Light, yes. De mensen zo gezellig, aardig, vriendelijk. En de product is de best. De beste. Voorbeeld van de winkel. Inmiddels zit hij er al bij 10 jaar. Met Harry als eigenaar. En Harry zelf eigenlijk in een heel andere branche ooit is gestart. Maar na de hand door is ontwikkeld. Van hey, ik denk dat deze buurt wel een kinderwinkel zou kunnen gebruiken. Deze winkel op deze locatie zit hier 9 jaar. Bijna 10 jaar nu. Ja. Was het 1998. Daarvoor zaten we op nummer 68. En nummer 68 hadden we gekraakt. Hè. In die tijd deden dat nog. Was in 1989 was dat. En toen was het ook niet zo'n leuke buurt. Het was een aflopende zaak. Het was, er stond helemaal vol met auto's. Want je kon niet parkeren. Er was veel afbraakpanden. Veel junks. Overal waren kraakpanden, koffieshops, veel junks op straat. En toen, daarna is er iets in gang gezet waardoor het een leuke straat is geworden. Maar de Arnhemmerdijk trekt nu wel heel veel mensen van buiten. Denk ik. Het is natuurlijk heel hip geworden. En dat heeft zijn voordelen, maar zeker ook zijn nadelen. Maar mijn naam is kijk, ook uit de zomer. Van, daarna weer alles gewend. Hoe heet die band ook weer? Bon Jovi. Ja, ik vind het echt. Ik ben bang dat dit een langzaam maar zeker toch een winkelstraat wordt waar winkels komen die de zaak gebruiken als uithangbord omdat er veel mensen van buiten afkomen. Omdat het zo'n leuke straat is. En daardoor het dus niet meer zo'n leuke straat wordt. Nou, eigenlijk wat je moet zien is dat al die winkels met elkaar, al die losse kraaltjes.
Die moeten uiteindelijk een soort ketting vormen, dus een aaneengesloten geheel. Dus dat betekent dat je ook de bezoekers in je gebied binnenhoudt. Zoals ze komen niet voor één winkel alleen, nee, ze komen voor een aantal winkels waar je wat kan doen. En dat is natuurlijk wel heel leuk geworden uiteindelijk in deze straat. Hier heb ik ook gewoond. Hier ben ik ook geboren. Hier is onze zoon ook geboren. Dus we hebben hier mijn hele leven gesleept.